Dan verder met een mooi verhaal uit Soest. Want daar is mede dankzij een oplettende bewoner en de buurt-app een hele inbrekersgroep aangehouden. Hoe zit het? Die bewoner hoorde raar gestommel in de tuin van de buurman. Die had hij toch echt net naar zijn werk zien vertrekken. Die man kijkt dus over de schutting van de buren. Staan daar twee vreemde jongens die de achterdeur proberen te open te breken en meteen via het dak van het kippenhok de tuin uitvluchten. Nou, wat doet die bewoner? Die stuurt meteen een berichtje via de buurt-app over die jongens. Goed plan, want dat leverde zulke goede informatie op dat de politie daarna een groep van 5 jonge mannen uit Soest heeft aangehouden. Die lijken in ieder geval 9 inbraken te hebben gepleegd. En daarbij hadden ze onder andere een vrouw van 74 mishandeld. Mooie aanhoudingen dus, zeker omdat deze groep wellicht meer op zijn geweten heeft. De politie heeft namelijk nog wel wat spullen bij ze gevonden die waarschijnlijk ook ooit gestolen zijn. Van wie zijn dus deze ringen bijvoorbeeld? Het kan zijn dat die ook bij een inbraak zijn gestolen. De politie zoekt de rechtmatige eigenaars. Vooral de ring rechtsboven is herkenbaar. Daar staat een Arabische inscriptie in. Er zijn ook veel horloges gevonden. Vooral de linker is opvallend, met de aparte wijzerplaat met lichtjes. Een aantal van die horloges is ook behoorlijk kostbaar, zoals de Hublot links en de Breitling met bruine band. Ook deze sieraden zijn mogelijk ooit bij een inbraak ontvreemd. Let bijvoorbeeld op de bijzondere broche linksonder. En wie is zijn Asus laptop kwijt? De buitenrand van het scherm was vermoedelijk ooit wit of grijs. En hij zat in een hoes van Côte & Ciel. Als de politie de rechtmatige eigenaren van al deze spullen kan achterhalen en ze inderdaad gestolen zijn, kan de straf voor de groep bovendien oplopen. Kortom, herkent u iets? Meld het snel. En kent u mensen bij wie ooit is ingebroken of die op een andere manier sieraden zijn kwijtgeraakt? Wijs ze dan op deze foto's. Ze staan vanaf nu op de site.